Hoi, leuk dat je kijkt naar dit filmpje. Ik ga een mega uitverkoop houden. En dit geldt voor alle schilderijtjes die ik in deze video laat zien. Ze kosten allemaal 50 euro. De originele prijs is 100 euro. Sommige waren ook zelfs 125 euro. Dus alle dingen die je ziet, dat zijn bijvoorbeeld engelen of katten. Dat zijn dingen waar ik kaarten van heb uitgebracht al eerder. Dus heb je een favoriet van een van mijn kaarten, dan kan je dus nu het origineel kopen. Heel veel dingen zijn ook nog niet eerder op mijn website of op Insta getoond. Dus ja, ik zou zeggen sla je slag. Alles kost dus 50 euro. De verzendkosten komen er dan nog wel bij of je haalt ze gewoon even gezellig op. De eerste schilderijen die ik ga laten zien, dat zijn de paarse en roze engelen. En ik heb ze in 2019 gemaakt als kerstkaarten. Dit is Curiosity. Dit is Ecstasy. Dit is Balance. Dit is Abundance. Dit is ook Curiosity. Dat klopt niet helemaal volgens mij. Volgens mij heet die Wandering. Deze heet Stillness. Dus dit zijn de zes engelen die uit 2019 komen. Hier hebben wij uit 2020 vier bloemenschilderijen, bloesemschilderijen. Dit is nummer 1. Dit is nummer 2. We maken er een mooi vierkant van. En dit is nummer 3 en dit is nummer 4. Nou, je ziet het al een beetje. De maten zijn 20 bij 20 centimeter, maar de zagerij heeft soms dat niet zo nauw genomen. Deze is bijvoorbeeld net een centimetertje of iets korter, ja, is ietsje langer dan de rest. Dus daar zou je nog wel even rekening mee moeten houden als je ze gaat inlijsten. Maar verder is het natuurlijk een hele mooie serie. Kosten dus allemaal 50 euro. En het is natuurlijk leuk als je ze in één set zou kopen. Maar dat hoeft niet. Dan komen we bij de katten. Die heb ik vorig jaar gemaakt, dus 2021. En dat zijn de witte kat, de Maine Coon, de geliefde katten, het bloemetjesgordijnkatje wat binnen zit, een rood met witte kat en de gluurkat. Dit zijn de landschappen van goud. Er zit ook goud in, er zit vooral blauw in. En ook deze zijn los te krijgen of gewoon als serie. Boompjes, ze komen uit 2021, dus deze zijn nog helemaal nieuw en hebben nog nooit ergens opgestaan. De gele boom en laten we zeggen de groene boom. Dit is een eenling, hij heet Sunset en hij komt uit 2017. Dan krijgen we wat andere formaten, of dezelfde formaten, maar het is wel een 3D doek. Dit is... ja, roze bomen en het is al best wel een oud werk. Volgens mij komt die uit 2012 of zo. Dus dit is een van de oudste die er in voorkomt. En het is dus een dikker doek. Net als deze. En die heet Toverzicht. Maar er zit ook een soort van Jezusfiguur in. En dan komen we bij de laatste 3D. Die heet Zomer in Letland en die heb ik ook echt in Letland geschilderd. En gemixt media, want er zit ook stof op en papier. Dus ook deze, zelfs al is het een zwaar 3D doek, mag voor 50 euro weg. Dan heb ik als laatste nog een tweeluik die allebei tegelijk weg mogen voor 50 euro. Dus dit is eigenlijk 2 voor de prijs van 1. En dat zijn mini landschapjes. Dus dit is de uitverkoop voor de 20 bij 20 doeken. En ik ga binnenkort een filmpje delen waar de iets grotere doeken in voor gaan komen.
Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En als je iets wilt hebben, laat het me even weten. Stuur een mailtje naar marloes@toverzicht.nl. Of misschien wil je een reactie hieronder achterlaten. In ieder geval, het zou echt heel leuk zijn als je iets van deze schilderijen wilt kopen. Doei!